Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Het Rode Hert en Violien Bloemen en Interieur. I've got the power, you got the power, we got the power. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Yes. Vanuit het gezellige oudste café van Breda, het Rode Hert hier in Prinsenhagen, gaat Yes vandaag over anders omgaan met afval. Of eigenlijk zo omgaan met je afval dat je eigenlijk geen restafval meer produceert. Toch, Elisa Pals? Want dat is wat jij doet, toch? Dat klopt, ja. Want met jouw organisatie Zero Waste Nederland stimuleer jij juist mensen daartoe. Juist, ja. Het is... de bedoeling, dan probeer ik mensen te inspireren om met minder afval te leven. En dat is eigenlijk een beetje gekomen vanuit het stuk dat ik zelf nu 3 jaar ongeveer zonder afval leef. Ook met zo min mogelijk recyclebaar afval. Maar waarom dan? Want je zou ook kunnen denken, ja, ik recycle mijn plastic al. En waarom zou ik dan nog minder restafval produceren? De recyclaar die regelt de rest. Ja, helaas is het niet zo simpel als dat het lijkt. Recycling is ook een heel vervuilend en energieslurpend systeem. Wat eigenlijk ook helemaal niet zo goed is voor het milieu. Nee, hoezo niet dan? Eigenlijk zouden we er naartoe moeten dat we minder afval produceren in plaats van dat we meer recyclen. Als je minder afval hebt, dan hoef je het ook niet te recyclen. Dus dan kan je dat hele stuk eigenlijk overslaan. En dat is beter voor het milieu. Maar eigenlijk ook een heel stuk beter voor onszelf. Want om het afval te recyclen, daar gaat ook wel heel veel energie in zitten? Of hoe moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat moet ook opgehaald worden, moet verwerkt worden. Kost ook allemaal energie. En wat je uiteindelijk overhoudt is een product, bijvoorbeeld het is gerecycled plastic, wat heel weinig toepassingen heeft. Heel veel van het plastic wat gerecycled aangeboden wordt voor recycling, is eigenlijk helemaal niet recyclebaar. Dus belandt alsnog in de verbrandingsoven. Oh ja? En het beetje wat dan wel recyclebaar is, dat levert een product op wat van mindere kwaliteit is dan nieuw plastic. Dus er zijn ook heel weinig afnemers voor en weinig toepassingen voor. Dus uiteindelijk blijf je dan nog met dat probleem zitten. Ja. Okay. Ja. En daarom zeg jij van nou, laten we het gewoon anders aanpakken. Laten we gewoon minder restafval sowieso produceren. Ja. De Nederlandse pers heeft over je geschreven, Canadese pers, Franse pers. Ze is bij mij nog in de radio-uitzending geweest. En ik heb over je geschreven ook, hè, Weekrant het Kanton, over dit fenomeen. Ja. Maar hoe kom je dan bij Zero Waste Nederland terecht? Nou, hoe is die stap dan gegaan? Toen ik terugkwam van mijn reis, toen besefte ik me van oké, wat nu? En toen besefte ik me ook, die 60-80% kans is nog steeds een kans en geen zekerheid. Het is geen 100% kans, dus er moeten factoren zijn die die kans op die ziekte vergroten of verkleinen. En toen ben ik me heel erg gaan verdiepen in allerlei kankerverwekkende stoffen die we dagelijks in ons leven gebruiken. Of mogelijk kankerverwekkende stoffen, moet ik zo zeggen. In cosmetica, schoonmaakmiddelen, in onze voeding ook. Allerlei bewerkte producten die we dagelijks nemen. Waarvan we, ik kan van de ingrediëntenlijst de helft maar lezen, want de rest begrijp ik niet wat het is. En we weten ook helemaal niet eigenlijk wat het doet, want onderzoeken die spreken elkaar vaak tegen. Ja. Als ik weet dat iets 100% natuurlijk is, dan weet ik dat het veilig is. En die andere dingen ken ik niet, dus voelt voor mij als een risico. En vandaar dat ik die geschrapt heb uit mijn voedingspatroon. Dus zoals niet meer naar de supermarkt, niks meer wat in plastic verpakt is. En gewoon naar de markt, hele producten kopen, zelf vers koken, soepen, salades, dat soort dingen maken. Dingen meenemen uit de tuin van mijn ouders. Dus geen E-nummers meer voor jou? Geen E-nummers. Geen chemische E-nummers in elk geval? Ja. En daarmee produceerde ik eigenlijk zonder dat ik met het stukje plastic en verpakkingen bezig was, produceerde ik automatisch al veel minder afval. En toen dacht ik, ik dacht dat ik al milieubewust en gezond bezig was. Maar eigenlijk is dit een heel stukje waar ik, een heel stuk van je dagelijks leven, de afvalproductie, waar ik überhaupt nog niet over na had gedacht. En toen dacht ik, met zo weinig inspanning als ik al ongeveer de helft van mijn afval kan verminderen. Als ik over nadenk, dan kan ik misschien nog wel veel meer bereiken. En zodoende ben ik me gaan verdiepen daarin. En
Nou, ondertussen leef ik nu zo'n 3 jaar zonder afval. Ja. Daar heb jij wat filmpjes van gemaakt, hoe dat er dat uitziet, wat dat er mogelijk is. En daar gaan we nu even naar kijken. Power. Power. Hi, mijn naam is Elisa. Ik ben initiatiefneemster van Zero Waste Nederland. En vandaag gaan we een grote plastic attack houden om aandacht te vragen voor het wereldwijde plasticprobleem. En het feit dat de supermarkten daar nog veel te weinig aan doen. Vandaag ben ik aan het winkelen bij de Kringloopwinkel in Breda. Ik heb komend weekend een barbecue en ik heb niet echt iets geschikt om aan te doen. En hier hebben ze overvloed aan keuze. Ik heb al heel wat verzameld. Aan leuke kleding, mooie jurken. En het kost eigenlijk helemaal niks. En het mooie is, het wordt niet weggegooid, niet nieuw geproduceerd. Het is gewoon een gesloten cirkel. In de Kringloopwinkel kan je eigenlijk alles vinden wat je nodig hebt. Van kleding. Ook vintage. Tot met spullen die je kan gebruiken voor kamperen, voor allerlei sporten. Bijvoorbeeld ook dingen in de keuken, spelletjes, boeken, fotolijstjes, serviesgoed. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of ze hebben het wel. Hi, ik ben Elisa van Zero Waste Nederland en samen met Riket van Groenplein gaan we vandaag testen hoe Zero Waste horecaondernemend Breda is. Gewoon geen rietje, koekjes zijn niet verpakt, geen suikertje erbij. Geen afval, geen plastic, gewoon no waste. Zo willen we het, hoppa. Power. Power. Nou, genoeg te doen dus, Elisa, om je afval te verminderen. Ja, je kan zoveel zelf doen. Het is echt, als je daar eenmaal gaat verdiepen, dan wordt het eigenlijk ook een sport. En het is gewoon heel leuk om te zien wat je eigenlijk met kleine aanpassingen zelf al kan veranderen. Ja. Ja. Want net als nu de kleding die jij aan hebt, is dat allemaal vanuit de kringloopwinkel? Ja, als ik iets nodig heb of ik heb zin om iets te kopen. Ik heb ook wel eens zin in nieuwe kleren. Altijd leuk, we blijven vrouwen natuurlijk. Ja, dat krijg je er toch niet uit. Ja. Maar als ik dat heb, dan ga ik naar de kringloopwinkel. En dan zorg ik in ieder geval dat wat ik koop, dat niet nieuw is. En dan zorg ik ook dat ik evenredig veel spullen ook weer mijn huis uitdoe. Ja, ja. En je ziet er gewoon hartstikke leuk en hip uit. Vaak had het kringloopwinkel of tweedehands spullen zo'n stigma van dat het niet leuk is of wat dan ook. Maar je kunt er gewoon hele leuke dingen kopen. We zagen net al een stukje in het filmpje dat je bent bij grote supermarkten geweest. Daar heb je je plastic attack gedaan. Hoe is dat ontvangen bij mensen? Eigenlijk heel goed. Ja, we hebben dus bij 2 supermarkten zo'n plastic attack gedaan. Misschien goed om even te vertellen wat we ongeveer gedaan hebben. We zijn dus met een groep boodschappen gaan doen. Eigenlijk zoals je normaal gesproken zou doen, dus je normale boodschappen. Alles netjes afgerekend. En voordat we de supermarkt uit zijn gegaan, hebben we alles uitgepakt en de plastic verpakkingen achtergelaten. Ook om aan te tonen van ja, al die plastic verpakkingen hebben we helemaal niet nodig. Het is heel veel oververpakking wat er gebeurt. Ook om aan te tonen dus dat de consumenten daar helemaal niet op zitten te wachten. Want de consument is vervolgens wordt wel gevraagd om het dan netjes te recyclen en het afval weer op te ruimen. Maar ja, als het er al niet omheen zit, dan hoef je het ook niet te recyclen. Juist, ja. Ja. En van beide keren dat we het hebben gedaan, hebben we filmpjes gemaakt en die zijn enorm veel gedeeld. Heel veel in de media geweest. En dat geeft al wel aan dat de consument
dus de gewoon mint, daar, ja, daar wel een beetje mee klaar is met al dat plastic. Ja. Ja. Maar wat dan wel? Hoe zou je dan het anders kunnen doen in een supermarkt bijvoorbeeld? Ja, in de supermarkt is het best lastig. Want in de supermarkt zijn heel veel dingen verpakt. Ook al zou het niet per se nodig of gewenst zijn. Dus ik ga heel veel naar de markt. En dan neem ik dan mijn eigen boodschappentas mee. Ik heb mijn eigen groententasjes. Want je gaat naar de markt omdat daar de spullen niet verpakt zijn eigenlijk. Of vrijwel niet verpakt. Ja. Maar bijvoorbeeld ook bij de groenteboer. In de Hoge Vught zit bijvoorbeeld een groentewinkel. Daar kan je gewoon alles zonder verpakking meenemen. Ja. Dus je gaat eigenlijk anders boodschappen doen. Bijvoorbeeld brood kan je ook op de markt kopen. Of je kan met een eigen broodzak naar het bakker gaan en zeggen... Oké, ik wil dat brood en dat wil ik hierin. Ja. Dus je moet eigenlijk weten, wat ga ik ongeveer kopen? Wees dan voorbereid met de verpakkingen die je meeneemt. Een pot, een zak, een broodzak bijvoorbeeld, een groentenetje. En dan kan je eigenlijk al wel heel ver komen. Zo verminder je al heel veel plastic verbruik. Ja. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met, waar je de laatste tijd heel veel over hoort, de plastic soep? Heel veel mensen die denken misschien, ja, maar ik gooi niks op straat, ik gooi ook niks in rivieren. Dus hoezo plastic soep? Ja, heel veel, eigenlijk het meeste van het plastic wat in zee terechtkomt, komt niet vanuit Europa of helemaal niet vanuit Nederland. Wij hebben best een goed afval- en recyclesysteem. Maar het zit hem ook al vaak in hele kleine dingen. Hè? Zo heb ik laatst iemand gehoord die vertelde over plasticjes in tandpasta. Klopt, hoezo? Ja. Wat je wel dus inderdaad gebruikt, wat wel vanuit Nederland via de rivieren de zee in komt, dat zijn microplastics. En die zitten dus onder andere in tandpasta, dat zijn die kleine gekleurde bolletjes. Maar dat zit bijvoorbeeld ook in scrubs. Het wordt al steeds minder, want producenten daarvan die worden ook wel aardig op hun vingers getikt dat dat echt niet meer kan. Het is ook sowieso heel raar om plastic in je mond te doen met tandpasta, maar dan ook dat je daarmee met het afvalwater dus plastic eigenlijk in de zee brengt. Ja. Uiteindelijk. Ja. Maar dat gaat dus eigenlijk nog veel verder. Er zit plastic in producten waar je eigenlijk geen weet van hebt. Bijvoorbeeld ook in theezakjes. In theezakjes? Ja, theezakjes zijn gedeeltelijk gemaakt van papier, gedeeltelijk van bananenbladeren voor de structuur. Maar er zit ook een beetje plastic in. En het advies van Milieu Centraal is dan ook om zowel theezakjes als ook koffiepads niet in het GFT te gooien, maar in het restafval. Oh, en dat weten heel veel mensen niet. Nee. Hoort het gewoon bij het GFT. Maar als je het zou weten, zou je dan thee drinken? Iets waar je kokend water overheen gooit. Dan stop je een zakje in wat gemaakt is van plastic. En vervolgens drink je dat. Als je daarover nadenkt, denk dat soort dingen eigenlijk allemaal niet zo heel erg gezond zijn. Je kunt ook thee, gewoon losse thee kopen. En die in een filtertje of iets anders doen. Een zeefje doen. Mijn doel is niet alleen plastic afval verminderen, maar überhaupt afval. Dus ook... minder papier. Ook al is papier heel goed recyclebaar, toch probeer ik ook papierafval te voorkomen. Bijvoorbeeld de IKEA-gids, die kan je ook afbestellen. Post van de postcode loterij bijvoorbeeld. Kan je ook voor zorgen dat je die niet meer krijgt. Ja. Dus al dat soort dingen kun je ook voorkomen. Ja. En zo zit het natuurlijk in ontzettend veel dingen. Ook misschien wel in een bosje bloemen. Want Violien die heeft vandaag speciaal voor jou een bosje bloemen gemaakt. Oh. Maar dan zonder plastic. Heel goed. Zonder lintjes eromheen. We hebben een natuurlijke korstje eromheen wat ook gewoon met GFT kan. Super. Dus dankjewel voor jouw komst. Met een zero waste, of zover dat kan met bloemen, zero waste bloemetje voor jou. Prachtig, dankjewel. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze Yes Talkshow. Over 2 weken zijn we er weer. Natuurlijk weer vanuit het gezellige café Het Rode Hert hier in Prinsenhagen. Mijn hondje Sarah zit er dan ook weer lekker gezellig bij. En ondertussen kun je Yes op vele manieren ook online volgen. Ik zou zeggen, tot op een volgende Yes. Every single day you just got to say I got the power, you got the power, we got the power. Power! Talking about power. Yeah. I got the power, you got the power, we got the power. Every single day, you just got to say, I got the power, you got the power, we got the power.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Het Rode Hert en Violien, Bloemen en Interieur.